Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Super Mario Generations. En in deze aflevering ga ik met een sneeuwbal in een baan racen tegen andere sneeuwballen. En we beginnen nu. Oké. Okay. Oh. Hey, dat was niet wat ik wilde. Zering. Nou ja, dat kun je wel zeggen. Dat kun je zeker zeggen. Oh, moet ik gaan oefenen? Wat is dit nou weer? Jij hoeft toch helemaal niet te oefenen, zo goed nee. Ben jij. Ik ben zo... Bij Mario Party ben ik ook anti-oefening. Ja, dat weet ik. Ja, maar jij hebt die spelletjes ook al 10.000 keer gespeeld, dus dan snap ik het ook wel. Nou, maar ik vind met oefenen denk ik van ja, dan word je eerst en dan heb je er nog niks aan. Ze hebben het wel verbeterd, moet ik zeggen. Nee, maar kijk, als je nieuwe spelletjes doet, dan weet je niet altijd. Ja, maar dan nog wil ik nog niet oefenen, zeg maar. Dan denk ik van, oké, ik zie hoe het werkt, ik heb gelezen, dan doe ik het wel. Ja, maar dat snap ik, maar als je niet slim bent, dan snap je niet altijd de... Oh ja, je moet je met die Goomba's doen. Ja. Maar ze hebben het met de nieuwe Mario Party's wel echt verbeterd, doordat ze zeg maar die screen, dat je niet echt in de... Ja, klopt. Dat is waar. Maar kun je ook nog oefenen zoals vroeger? Of? Nee. Je kan gewoon in de screen kan je oefenen. En daarom... je begint ook pas als iedereen op start heeft gedrukt. Dus dat is wel een voordeel. Je kan gewoon je oefening afmaken als je wil. Is dit nou een stalagmiet of een stalactiet? Hangt die? Ja, zeker. Dan is het hij is gevallen. Ja, dan is het nog steeds een tiet. Altijd. Ice dodging Goomba stack. I do be stacking. On the monies? On the Goombaings. On the Goombaings. Ik had wel liever de monies gehad trouwens. Snap ik. Nou, dat was niks. Oeh, krijg ik een multi-moon, maar dan heb ik twee moons te veel. Oh. Hoe krijg jij nou weer een multimoon? Waarvoor krijg je die multimoon? Dat ga ik niet zeggen, hè? Ja. Jawel, als je die race doet met die sneeuwpop. You got a multimoon. Ja, ik vond het ook al raar dat je voor die boss eigenlijk niet kreeg. Maar die heb jij ook wel gedaan dan? Ja. Als je die race hebt. Doet. Ja, die heb ik ook gedaan. Ja, jij zei zo net van niet. Ja, maar ik snapte helemaal niet waar je was, zeg maar. Dat was pas later dat ik snapte waar je was. Why you always lying? Wow, altijd zeggen dat ik lieg niet eens. Hey, klonk dat bekend? Ik denk er toch anders over. Nee, totaal niet. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Dat is hetzelfde als jou, Ink. Wow. Ga je nu mij vergelijken met... Ja. Oh, ik hou helemaal niet van deze kingdom. Welke? Luncheon Kingdom. Oh, Luncheon. Nee? Nee. Ik vind die dan weer te nep of zo. Snap je wat ik bedoel? Hm. Ik ken ook super weinig manen. Waarom is er niet een Delfino Kingdom? Dat zou wel leuk zijn. Ja, ik zou het wel leuk vinden. Maar ik denk dat ze niet... oude werelden terug willen doen. Nee. Wat ze loser boys zijn. Wow, je moet je fucking... Ja, Mushroom Kingdom, maar dat telt niet, want dat is van alle Mario games. Oh ja, Mushroom Kingdom doen ze wel gewoon terug. Ja, klopt niet meer wat je zei. Nee, het klopt nog steeds wel, want dat is postgame. Zeg maar. Oké, vooruit. Nou, ik kan ook echt niks. Nou, Sander, dat zeg je toch niet over jezelf? Nou, Sander wel. Sander, ik vind dat je heel veel kan. Ik moet het alleen nog verzinnen. Nou, Mario is niet mijn sterkste punt. Blijkt. Mario. Nee, maar het is wel gezellig.
Daar dat gaat is zeker waar. Ik vind het wel een leukere sessie dan de vorige. Dat was dus niet zo moeilijk, denk ik. Nee, maar oprecht. Maar nu gaat het ook... Nou ja, het gaat wel beter natuurlijk. Maar ik sta nog steeds ver achter. Maar vorige keer was het ook gewoon niet leuk. Aangezien ik te veel shit tegen zat. Ja, precies. Kom dan, kom dan. Kom ver. Oh, hij komt ook nog recht. What the fuck? Ja, dat moet je ook nooit zeggen natuurlijk. Crazy nee, dat is guy. Niet heel slim, nee. Ik bluff altijd, omdat ik denk, ah. Ze willen alleen mensen van hun eigen lengte bevechten. Maar deze guys... Ik ben kleiner, maar het boeien is een niksing. Oh. Huh? Ja, dat wou ik, ja. Goed zo, Mario. Je snapt ook eens een keer wat ik bedoel. Mario is lekker bezig, heen. Bedoeling. Hé, maar dit is niet de laatste... Oh. Oh, dan heb ik straks één moon te veel. Ja, dat had ik dus ook. Oh, hier is... Wauw, dan had ik niet eens die moeite hoeven doen. Nou ja, maakt niet uit. Not uitmaking. Precies, eng. Doe mijn vriendin ook nooit. Oh, wacht. Wat jij misschien doing? Omdat ik het niet heb. Eén ding ben ik wel goed in. Self-roasting. Je hebt niet eens een brood roaster nodig daarvoor. Luncheon Kingdom moet jouw favoriete kingdom zijn. Hoezo? Er ligt hier zoveel salt. Ik ben helemaal niet zo heel salty in het dagelijks leven. Nee, niet in het dagelijks leven. Dat is alleen mijn internet personality. Het is gewoon allemaal een typetje wat ik doe. S in SB staat voor salt, of niet? Nee. Ook gewoon serieus reageren, dat vind ik dan nog het grappigst. Wat dacht je dan dat het voor stond? Gaming salt boosheid? Ja, sure, man. Sure. Je doet nu net alsof het niet zo is. Omdat het niet zo is. Is één. Oh, ik wou gewoon. Woe yo? Can't start the race, one more racer. Ah, je moet die razor vinden. Oh, daar krijg ik ook nog zo'n ster voor. Ja, dan heb ik er straks ook twee te veel. Ik ben zielig, ik durf niet doen. Sander, ben jij de moesmakende hacker? I'm not ever leaving this pot. Hoe doe ik dan van wel? Waar heb je het allemaal over? Ja, die guy zegt dat hij niet weg wil. Maar die guy heb ik nodig voor die race. Oh, je moet hem worden. Je kunt hem worden? Oh. Ja. Ik kan jou maar helpen. Ik ging staan ook actoring. Ja, als ik achter sta, dan help jij mij echt niet. Vast wel. Ik heb je. Gebeurt het nooit, maar dan nog. Ben je nu boos in? Ik ben bezig. Oh, tuurlijk. Wat? Nee, dat is echt zo. I'm not raising, wat moet ik dan... Oh, zo. Ik moet als hem... Ja. Star Race, Multimoon. Ja, ik ook.
You're gonna thundering. Hey, oh, quit training. Ik dacht al, what the fuck is dit? Ja, ik weet het. Ik hoop dat ik überhaupt weet hoe hij werkt. Vast wel. Wauw, wat een dieve zooi. Oh, je moet nog 3 rondjes Good. Ook gewoon, joh. Nou, het gaat niet heel lekker. Op zich. Nee, dat idee heb ik ook. Bij mij. Ja, maar... Ah, gelukkig zijn er dus 3 rondjes. En geen 2. Alleen even die guy verslaan. Oké, ik denk dat het first haast wel. Nee! Wat? Nou... Wat gebeurde er? Hij bounced verkeerd. Very sad. Dit is echt heel zonde. Ik... Wat een shame, man. Ja, weet ik. Ik vind het echt zo zonde. Het ging ook echt goed. Ik was... De eerste keer was ik ook gewoon de eerste. Toen had ik nog niet door dat je 3 rondjes moest. Mm. Ja, dat is wel fucky tuppy. Oh, je bent ook met meer dan 4? Oh, dat had ik de vorige keer niet eens door. Nu wel. Ah, dit rondje gaat niet veel beter. Maar, er kan nog verandering in komen. Oh, fuck. Weer verkeerd geland. Dat is best wel irritant. Zei de rijmboy van ons land. Oh, ik ging echt heel goed met rijmen trouwens. Dat, land was ook weer een rijmwoord. Kom op, nu even winnen. Ja, dank je. Kom op allemaal. Win eventjes zo'n race, nee? Oké, nee, dan. Sorry, I was in drinking. Was je drinking? Sorry. Drinking en riding tegelijk? Nee, ik ben gestopt met de race. Oh. Hey, altijd nulletje. 0.0 water. Kaboom. Nee. Dat is water zonder water. Oh, ik dacht alcohol zonder water. Nee, oké. Ik weet ook niet waar ik nog steeds in deze swimsuit zit. Dat weet ik. Is niet heel erg verstandig in de kou. Lekker fris. Maar dat is wel fris. Dubbel fris. Ik snap hem in. Ik doe hem zo snapping, want ik ben zo'n slimpy. Maar in principe is het voor mij zo alsnog gunstig om zoveel mogelijk manen te pakken, toch? Want het gaat uiteindelijk om manen. Nee, het en gaat er. Je moet hem wel kijk, finishen als eerst dan. Tuurlijk, natuurlijk. Jij moet. Ja, maar. Voor. Het verschil van manen is uiteindelijk wat ook deels meetelt. Ja, maar dan moet jij hem wel als eerst finishen. Ja, oké. Nee, dat...
Dat, die hoop heb ik opgegeven. Ik moet nog helemaal naar Sand. En bij Sand? Seaside, sorry. Was maar Sand. Zij de game nou glass half empty? Wat een pessimistjes. Zeg jij dat? Wat? Wat? En wat zei je? Ik zeg jij dat? Dat hoor je toch? Oh, oké, sorry hoor. Jezus. Ja, ik snap niet helemaal waar je mee bezig bent. Fork flicking the detour. Welk landje ben jij nu dan? Luncheon. In de luncheon landjening. Island of salt floating in the lava. Oh, hier hebben we je favoriete monsters weer. Glibberig? Nee, die zeewiertjes. Nee, dat leek me zo. Die zeewiertjes zitten wel in Seaside. Ja, nee, ik dacht ook dat ik ze zag. I do being crazy. Sorry dat je dat moest zien. Weet jij waar die referentie van is? Welke referentie? Sorry dat je dat moest zien. Het klinkt wel super bekend. Ik denk ook wel dat ik het zou moeten kennen, of niet? Ja. Is het niet van Avatar? Nee. Het is van SpongeBob. Op een gegeven moment moet die Gerrit in bad doen. Is hij van alles aan het proberen. En dan laat hij ook Pippi Langkous zien. Een iemand in ieder geval. Die in principe de mooiste uitziet. En dan zegt hij zo van, sorry dat je dat moest zien, Gerrit. Maar als ik Gerrit had gezegd, dan weet je wel dat het van SpongeBob was, maar dan weet je niet de exacte locatie. Dus vandaar dat ik dat niet deed. Sorry. Weet je niet. Nee, ik onthoud het wel. Nee, dat is geen probleem. Spijt. Dat zijn leuks. Oké. Yo, we zijn hier ook van die Pidgeys. Pidgeys? In Pokémoning? In Mario-ing. Oh ja, in Mario-ing. Oeps. Maar voor de rest wel leuk dat je het verschil herkent. Jawel, hè? Ah, daar moet ik toe. Okay. Spouting net. Dead Glibber King. Monster Ring. Oh, daar! Daar zijn die zeewieren in. Sorry zeker. Dat je dat moet zien. Ja.
Zo, oh, nice. Dat is... Hoezo is hier lava? What the freaking? Mr. Lava Lava. Do you like lava? Nee. Dat dacht ik al. Dacht in jij de paling? Ja. Ik ga dood. Oh, toch niet. Oké. Oh, daar had ik in moeten duiken met die guy. En dan kun je oneindig lang... Oh, nee. Dat is niet. Geef niks, Amarin. Je hebt het geprobeerd, ding. Ik snap deze eigenlijk niet. Deze zit ook niet in deze game. Nee? Nee. Crazy. In welke game zit deze nou wel? Alleen de sportgames. Mario Party. En Mario Party. Ja, waar zit, in welke game zit deze? Volgens mij niet in de main series. Ja, echt in een platformer zeg maar. Zit deze volgens mij niet. Nou, zo klinkt het niet. Nee. Nou, oh, sorry dat ik je verkeerde signalen afgeef. Dat is niet per se. Nou, dat zijn, ben ik wel gewend hoor, verkeerde signalen. Ja? Dat was een inside joke. Trouwens, over verhalen gesproken. Mm-hmm. Ik was dus laatst of... Wacht even hoor. Ja, je hebt nog 3 minuten voor je verhaal. Oh nee, maar ik, je weet oh, dat ik dit verhaal niet zo... Oh, ik verstond je verkeerd. Nu weet ik wat je zei. Ja, dat was wel heel grappig. Dus jij was op het station. Ja, nee. Ik ben dood. Oh, ik dacht dat je zei... Ik was dus laatst met Simon. Ik dacht dat je dat zei. Nee, maar nu weet ik wat je zei en dan was hij wel veel leuker. Ja. Hier, dit bedoel ik, hier heb je echt niks aan mij in deze. Dit is zo zonde. Waarom kan ik alleen Sand Kingdom? Daar baal ik echt wel een beetje van. Ja, snap ik. Je moet hier een maan voor hebben. En ik zou zeggen, haal dat lava weg, maar... Mr. Lava Lava. Weet je wat ik bedoel? Überhaupt? Nee. Dat lava? In Seaside. Zit er lava in Seaside? Ja, om die grote ding in het midden te ontvangen. Oh ja, dat heb ik allemaal niet gedaan. Ik heb alleen maar gewoon side maantjes gehaald. Ah. Ik ben zo'n side hustler. Ja, dat is wel... Eigenlijk niet, maar... Doe gewoon alsof, zegt hij. Ik heb mijn maning. Doei. Ja! Woe! Nog 1 minuut, ding. Ja. Kijk, maantje. Ramble, the seaside flooring. Flooring? Hoeveel minuten? Nog 1 ding. Je kan het, Sander. Keep. What the fuck is dit nou weer voor iets? Dat weet ik niet. Ik heb het eigenlijk ook echt nog nooit gezien. Oh, die, deze kan ik wel, denk ik. Oh, dan moet je wel recht doorlopen. Mario. Ja, Mario. Jij wits.
Mario is wel zo'n bitch. Bitch. Bitch, ja. Star bits. Oh, ik dacht Twitch bits. Dat kan ook. Weewoop. 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 Nee, kun je nou. Oh, de tijd is om, heen. Kan jij stilstaan? Ja. Ja? Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Ik zie je heel graag weer bij de volgende aflevering van Super Mario Generations. Met Sander van Gaming SB. Adios, amigos.